Voorzamingsementfabriek wordt dit episode 66 van het voor Nederland zo tragisch verloop van Vara's 5-5. Want hier zijn ze weer, de vijf ijzersterke Belgen, die niet alleen de kas laten springen, maar ook het Nederlandse publiek tot inkeer brengt, onze zuiderburen. En tegenover hen, Nederlands hoop in langste dagen, uit Roosendaal, en lerares en vier leerlingen, hierna te noemen, de Naaisters. En hier is de man die van hun de kleren kan krijgen, uw ster, Willem Pruis. Je gaat wel erg ver, Pierre, die van hun de kleren kan krijgen. Van jullie, dat is wel aardig bedacht, ja. Hallo, Simon. Nog steeds getrouwd? Ja, hoor. En ik kreeg op een bepaald ogenblik de hik. En ja, dat weet u thuis niet als u voor de eerste keer kijkt, maar zij heb een keer zo'n gek antwoord gegeven. Wat doe je als je de hik krijgt? Hè? Wat doe je dan? Nou, wij is allemaal suiker, water. Nee, zegt ze, aan een wit paard denken. Dus ik zit bij die mensen, die geven mij dus een drankje. Ik krijg daar de hik van. Ik kijk naar dat glas en ziet. Hij was niet mooi. Dank je. Ja, u mag blijven klappen. Daar staan ze, de Naaisters. Ja. Hallo Jolanda. De spandoeken worden nu ontrold. Daarop staat het Naaiteam. Hup, Naaiteam. Nou, ik zal u thuis meteen allemaal even uitleggen. Het is altijd een voor de quizmaster is het altijd wel eens een probleem als er dan gezegd wordt, heb je hobby's? Ja, naaien. Daar wordt dan alle door het publiek besmuikt om gelachen. Wij zelf moeten er ook van in de broek doen van het lachen ongeveer. Maar men is zo dubbelzinnig. Dus ik dacht vijf. Ja, Naaisters, die laten we alle vijf en dan zijn we er in één keer vanaf. Hey Jolanda, dit is het team. Ja, ons team. Maar jullie hebben elkaar... jullie hebben elkaar tijdens het naaien leren kennen, dus... Ja, inderdaad. En dit gaat maar door, dat begrijpt u wel. En hoe gaat maar door, hoe lang doe je het al? 7 jaar. Ben je laat begonnen. Maar ga er even door. Maar dit is bij jullie, want die blouse heb je... Nee, maar begrijp het. Stel ze eerst even ons voor, dan worden we rustig. Dus dat is... Ria. Ria, ook ja. Ria, jongens. Dan Anja. Anja is ook. Rietje. Rietje ook. En Leen. En Leen is de leraar. Ja. Het is een cursus waarvan Leni de les geeft. En dit heb je gemaakt. Ja. Speciaal voor 5 tegen 5. Ja. Wat zijn de verdere hobby's? Nou, daar komt hij, hè. Breien natuurlijk. Wielrennen? Ja. Zit je op de fiets? Nee, hoor. Ik hou van wielrennen. Oh, dat kan me voor. Je kijkt er, maar dat vind je niet zo moeilijk. Nee. Huwelijkse staat? Nee, hoor. Dan moet je niet zoveel met wielrennen kijken, vind ik eigenlijk. Heb je geen zin in? In wielrennen. Nee, in trouwen. In trouwen, ik ben getrouwd. Huwelijkse staat? Ja. Absoluut niet. Maar ik ben wel getrouwd. Ja. Ik weet dat je het verschrikkelijk vindt, hè. Nou, oké. Okay. Kom goed. Yo. Ik loop even door. Hey, Ria. Hallo. Wat doe je verder? Tennissen. Onder andere. Maar waarom wil je nou... bedoelen? Dat vraag ik me natuurlijk af, hè, als jullie op een rij staan. Wat... Waarom? Ja, wat waarom? Deze. Naaien. Ja, jij als zegt... hobby. Dus, het, zelf kleding leuk, maken. Hè? Je ontwerpt het ook zo? Nou, nee. Want het is meestal, moeilijker dan je denkt, hè? Ja, inderdaad. Ja, want... Het is zeker moeilijker dan je denkt. Ja, dat zeker. Daarom zit ik al 10 jaar op. 10 jaar? Ja? Ja. Zij gezelligheidsclub. Ja, je zit met elkaar gewoon lekker een beetje te praten en dergelijke. Ja. En onderwijl komt er zo'n blouse tot stand. Zoiets. Ja, nou, ja. Dat is ook de bedoeling van het geheel. Ja. Is het 's avonds? Ja, maandagavonds. Maandagavonds is het de Naaikrans. Ja. Ja, want dat was vroeger. Theekrans, Naaikrans. Ja, dat was heel gezellig. Ja. Anja. Hallo. Ja, meer kan je ook niet zeggen. Ja. Natuurlijk. Ja. Ah, maar daarom heb ik ook gezegd, er zijn 5 dames. En we hoeven ook nooit meer te lachen, want het komt wel vaak voor dat ze natuurlijk lachen, mensen. Ja. Vervelend is dat eigenlijk, hè? Nou, vind ik wel niet. Is toch leuk? Ah, ja. Jij speelt met de dubbelzinnigheid ervan natuurlijk. Nou.
Heb je kinderen? Nee. Nee, dat is goed. En hoe lang doe je het al? Moet ik dat echt vertellen? Maar je bent wel getrouwd? Ja. Oké, okay, maar de rest, dat komt dan vanzelf. Heb je bewust geen kinderen genomen? Nou, ik heb nog tijd zat. Ja, niet dan. En dan ga je echt, want dat is natuurlijk wel erg leuk om voor de kleine... Oh, nou, onzin, hè? Zo'n volwassen man die dan een stuk... Ja, erg leuk dat je voor de kleine dan natuurlijk de kleding kan maken. Zo, alsof het ons iets interesseert. Naai lekker door mij die uitspraak. Hey, weet je, wat doe je verder buiten de hobbyclub? Tennissen. Maar als beroep, laten we daar nou ook. Ik kan me niet voorstellen dat huisvrouw. Je... Nou, dat is ook goed beroep. Dat is een beroep, ja. De vraag hadden we vorige keer voor, bij de tremmers. Tegen de Belgen was dat, hè? Noem iets op, hè? Noem iets op wat altijd weg is, juist als je het nodig hebt. 5 malen naast elkaar. Die kwamen niet op de nummer 1 antwoord, wist u inmiddels, de schaar. Dat is bepalend voor het huishouden. Ja, dat is altijd zoek. Ja, heb altijd een kind, moet je opletten, thuis, heb altijd een kind de enige schaar die je in het laadje hebt. Zodat je niet misgrijpt als je dus de verpakking van de broodjes open wil knippen. Hè? Is je altijd weg. Ja. Kerels kwamen er niet op stoppen van de elektriciteit. Dat is de vorige keer die... Maar de schaar is altijd weg. Bij jou ook? Ja, ook altijd. Dat is vervelend met je hobby. Ja. Ja. En dan krijgen we Leni, de aanstichter van het geheel. Echt wel. Hoeveel heb je erop geleid al? Nou, wel veel hoor. Ja, veel. Want het is wat een club... Wat doe je, voor examen of gewoon? Ja, examen hoor. Voor examen ook, ja. Ja, ja. Want je geeft ook les? Ja. Op school? Nee, thuis. Thuis. Ja. Zullen we het hiermee afsluiten, dit onderwerp? We hebben het voorgoed gehad. Leni doet het thuis. Dames en heren, de naaisters. Ja. Hoi, daar gaan we weer. Nou, we kennen jullie. Hallo. We kennen jullie nu wel van binnen en van buiten. Dus zouden we maar zeggen, laat maar even doorgaan. Niet te lang bij stil blijven staan, dat jullie zouden buren zijn. Hier zijn ze. Kijk eens hoe trots hij het weer zegt. Hier zijn ze, hè? Dat u goed kijkt, hier zijn ze. De Belgen die al 2 Hollandse ploegen hebben verslagen. Ja, ik weet het nou wel. Ja, we zijn op dit ogenblik bezig met reclamespotjes. Waar vind je het mooiste fijne zandstrand? De schoonste, de mooiste azuurblauwe lucht. Het grootste bungalowpark. Waar is rust en vrede? En zee, aan het vooral. Strand? Het is maar 1 plaats. Zaandam. Bravo, Denise. Denise. En Guido. En Simon. En Johan. Top 10 speelt. Wens elkaar succes. Hier zijn heel wat telegrammen. Zijn er aan. Jongen. Dat, eventjes nog. Heb je ze allemaal gehad? De draai van de kaai. Wens de meisjes van het Nightteam uit Roosendaal ontzettend veel succes. Veel succes. Dat is heel klas. Roland en Marianne. En dan hebben we hier nog... Laat nu die grijze massa maar eens functioneren. Zo, nou, dat betekent dat... Dat is hier even in het midden leggen. Hand aan de richel. Daar gaat hij. Ik ben benieuwd of het weer gaat lokken. U thuis ook. Ja, we hebben moeilijke vragen nu, hoor. Allemaal Hollandse. Doe je best, hè. We rekenen op je, hè. Ja. Daar gaan we. Ga even met die hand onder de richel. Laag, goed laag, ja. Dat is een nieuwe spelregel. Noem een kwaaltje waarvoor iedereen een favoriet huismiddeltje heeft. Noem een kwaaltje waarvoor iedereen wel een favoriet huismiddeltje heeft. Je komt binnen en je zegt, oh, daar heb ik ontzettend last van. Oh, geef een joh, heb ik wel wat voor. Noem een kwaaltje waarvoor iedereen een favoriet huismiddeltje heeft. Moet je ondertiteling hebben of zoiets soms? Kan het. Heb jij ook problemen met de vraag? Ja. Noem een ziektekwaaltje om ongemakkelijkheid. Aspirintje? Nee, dat is het kwaaltje niet, dat is het middeltje. Maar ik zie een aspirintje. Nou, krijgt u de kans helaas weer. Hoofdpijn. Ik dacht wel dat hij weer ging scoren. Het zal er wel mee zijn. Maar ik zie voor de belgende hoofdpijn. Ja, doe je. Hou dan weggeven. Ze geven hem weg. Oké, Dominique, dan moeten jullie ervoor spelen, jongens. Noem een kwaaltje waarvoor iedereen een favoriet huismiddeltje heeft. Verkoudheid. Verkoudheid, zeker weten. Altijd wel in een flesje, weet je wel. Mag ik zien de verkoudheid? Ja. Hou vast, hè. Hou vast, hè. Noem een kwaaltje. Diarree. Wat gebruik je daartegen dan? Wat heb jij als huismiddeltje dan? Beschuit. Rijstewalter. Of een kurk wel in. Een kurk, ja, kan ook. Altijd weer gezellig, altijd weer leuk, hè? Want zij weten niet beter, hoor, aan de overkant. Want zij denken als ze de diarree hebben vaak aan een zwart paard. Ze zeggen dat het overgaat dan, maar ja, oké.
Een huis met... Brrr, diarree. Dat is een kruisrietje. Keelpijn. Keelpijn. Wat heb je ervoor? Een warme doek rond je nek of zo. Ja, is waar. Je loopt voor gek, maar het helpt wel. Mag ik zien de warme doek om de nek voor de keelpijn? Tweede kruis, derde kruis, je verliest de controle. Kiespijn. Kiespijn, ja. Dat is een watje met... Het eau-de-cologne. Eau-de-cologne, ja. Of een doekje, een katoenen doekje branden en... uitnijpen en opsnuiven. Ja. Ook heel goed. Of gewoon naar de tandarts gaan, maar die hebben we niet thuis natuurlijk. Mag ik zien de kiespijn, derde kruisvliescontrole. Of de vraag gaat naar de Belgen. Hebben in de bank 57 gulden, stand 0-0. Noem een kwaaltje waarvoor iedereen een favoriet huismiddeltje heeft. Dominique. Een kater. Ja, daar heb je zo'n... meestal heb je een... zo'n... Ja, het is een bruis, dan brrr, gaat hij eruit. Zo. Als kater voorkomt, pak je uit de bank helaas weer 57 gulden. Zo niet, dan gaat hij fijn naar de naaisters toe. Mag ik zien? De kater, die kant heeft het. Ja, zeker. Wij weten niet wat het Nederlands publiek dan bezielde. Waarvoor hebben we dat huismiddeltje? Het favoriete huismiddeltje. Wat was dan Nederlands publiek voor de griep? Apart nog eens genoemd, wat was dan de nummer 4 Nederlands publiek? Zij daarop. Water. Krijtje, krijtje jongens, dat was er ook. En wat was dan de nummer 5? En dat was... Hoest. Komt en speelt, Denise. Ja, die Maria. Een lastige top 3, je mag hem houden. De Nederlandse ploeg, dames en heren, staat voor. Met 57 aan de Belgen hebben 0. Paul, veel succes. Deze is heel moeilijk. Die moet je absoluut houden. Wat doen we? Wat doen we net zo automatisch als ademen? Denise. Eten. Net zo automatisch als ademen doen we eten. Ja, nou, ik ben me denk het niet. Top 3 Nederlands publiek, eten wij net zo automatisch als we ademen? Ria? Lopen. Lopen. Denk het wel. 1... 2 of 3. Nederlands publiek, top 3. Lopen. Ja, zeg maar wat je doet. Hou op weggeven. Je speelt de top 3. Ik ben benieuwd. Het is een lastige. Speelt de top 3. Wat doen we, Anja, net zo automatisch als ademen? Praten. Nou, er zijn misschien mannen en vrouwen die het net zo automatisch doen als ze ademen praten. Maar ik denk dat je dat het niet... Nee, denk het niet. 2 of 3, Nederlands publiek. Nee, Rietje. Wat doen we net zo automatisch als ademen? Eten. Nee, dat is net gezegd. Oh. Moppie, Rietje. Sorry. Ja, ik heb het niet dan. Twee knopjes. Ja, duidelijk. Hi, Lenny. Autorijden? Nee, tuurlijk niet! Ja. Dommet! Ik kan je de nummer geven aan die Belgen. Tuurlijk niet, mag ik zien? Gaan we overleggen, ja, tuurlijk. Gaan we weer. Dat heb ik bij mijn rotnaisters gezet. Autorijden, automatisch, tuurlijk niet. Net zo automatisch als ademen. Ja, kom maar snel, ja. Hup, 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 hup. Wat doen we net zo automatisch als ademen? Wij denken kijken. Ja, daar zou je wel weer goed mee hebben in de bank, 35. Mag ik hem zien, Nederlands publiek? Stomme naaisters. Ja, tuurlijk, kijken of zien. Hé, jongens. Autorijden, Leni. Het had met reflexen te maken. Wat doen we net zo automatisch als ademen? Een reflex. Hè? Want dan had je lopen, bewegen. Dat doe je automatisch. Ook als je niet wil, doe je dat. Maar wat was dan Nederlands publiek nummer 2? Ogen knipperen. Is het duidelijk? Komt en speel. Oké, niks succes. Gaat er weg, Guido, alstublieft, ja. Noem een bekend Nederlands duo. Ja, dan moet je hem niet laten dukken, natuurlijk. We hebben vannacht gezocht die vraag, dat ze niet konden. Guido, zeg maar. Johnny en Rijk. Nou, ik zie Johnny en Rijk. Je kan hoger, Anja. Je kan hoger. Het Nederlands volk vraagt gilt er thuis in de... Dus hoger. Basje en Adriaan. Basje en Adriaan. Mag ik u een goede raad geven, Belgische vriendjes? Geef die weg, want anders hebben jullie geen schijn van kans. Een Nederlands duo, dat kennen jullie niet. Eerlijk is eerlijk. Of hou je hem? Nee. Geef hem weg. Oké, Guido, je hebt de eer. Jongens, nou gaan we. Pep talk. Pep talk, hè, jongens. Pep talk, noem een bekend Nederlands duo. Saskia en Serge. Is goed. Ja, let op, die gaan we pakken. Saskia en Serge, komt erop voor, weet ik zeker. Hebben ze. Leni,
Snip en snap? Snip en snap is goed. Gaat fout voor die wel. Snip en snap, Maxine, snip en snap. Ja! Jolanda, noem een bekend Nederlands duo. De Mounties. Jongens, gaat fout niet. De Mounties! Let op, ja! Heel goed. Hou vast, Ria. 3 seconden, noem een bekend Nederlands duo. Ik weet hem. Noem een bekend Nederlands duo. Ik weet hem. Mag niet zeggen. Noem een bekend Nederlands duo. Tweede kruis. Rietje, noem een bekend Nederlands duo. Bolland en Bolland. Bolland en Bolland. Wie staat ik hier nou na te doen? Ik mag het niet zeggen. Ga maar overleggen. Ja, en ze hebben hem als... Oké, dus gedrukt. Noem een bekend Nederlands duo, Dominique. Wij dachten aan Kot en Bie. De nummer 1, mag ik hem zien? Ja! Oké. Wat was dan de nummer 7? Jongens, je laat me niet vallen, hoor. Wat was dan... Die deed ik na tegen je. Ik deed nog zo van Gert. Ik had hem helemaal Gert, hè. Ik had hem... niet opkomen, hè. Nou, fijn. Wat was dan de nummer 7? Dat was... Frank en Mirella. Komt en speelt. Oké, Rietje. Nou, laten we even naar de stand kijken thuis. Zo erg is het voor ons land nou ook weer niet. We staan achter, maar niet erg veel. Punt of 3. Jullie hebben er 57 en zij hebben er 116. Dubbel geld, top 5, betekent dat je nog gelijk kan komen. Er is nog van alles mogelijk, dus laten we niet wanhopen. Thuis ook. Blijft u kijken naar dit net om te zien of het gaat lukken met ons. Ik sta achter je. Van welk gerecht ben je nooit zeker of je het wel op de juiste manier eet? Ik sta achter je, het heeft geholpen. Zeg het maar. Nassi. Nassi? Ja. Oké, nou mag jij het zeggen. Nassi? Zij zei Nassi. Japans. Ja. Japans. Als Japans voorkomt, gaan we kijken. Nee, alsjeblieft. Top 5. Dubbel. Ga uw gang, mag overleggen. Ja, het is zo. Hou. Hij wordt gehouden? Nee. Weggegeven? Weggegeven. Van welk gerecht ben je nooit zeker of je het wel op de juiste manier eet, Leni? Maar een geintje hoor, al die toestanden van die... 3 seconden. Spaghetti? Spaghetti, ja. Dat is moeilijk. Of je het wel goed eet. Moet het nou met een mes, moet het met een vork, met een lepel, vork. Mag ik hem zien? Spaghetti. Ja, hou vol. 74. Kijk, als je naar de stand kijkt, is nog van alles mogelijk. 116, ja, begrijp je, is al 74 in de bank. Van welk gerecht, 3 seconden, ben je nooit zeker of je het wel op de juiste manier eet? Met kip, hoewel als getwijfeld, met handen. Kip, of je dat inderdaad ja. Met handen... Mag ik zien de kip? Komt die voor? Oei. Wordt spannend. Van welk gerecht ben je nooit zeker of je het wel op de juiste manier eet, Ria? Een bossenbol. Volgens mij zit er nog een bakje in de tribune, op de tribune nu. Even kijken. Bossenbol. Nog geen kruisen. Mag ik hem zien? 2 of 5? Nee. Ai. Het wordt weer heel spannend deze maand. Van welk gerecht ben je nooit zeker of je het wel op de juiste manier eet? Zak patat. Nou, daar ben ik wel zeker van persoonlijk. Die gaat een zak patat bestellen met mes en vork opeten. Heb je een mes en vork bij? Het komt op jouw schouders neer. Nee, nog niet eens. Ga maar. Kreeft. Ja. Kreeft vind ik een hele goeie. Ja. Mag ik hem zien? 2 of 5? Nee, het zal. Oh. Je hebt het lot van het gehele Nederlandse volk in handen. Anders verlies je de controle over de vraag, mogen zij overleggen en kunnen ze alsnog winnen. Van welk gerecht ben je nooit zeker of je het wel op de juiste manier eet? 3 seconden. Ja. Spanning ten top. Wordt overlegd. En dit is een hele moeilijke, denk ik. Daar kunnen zij op kapot gaan, dat is duidelijk. En jullie kunnen hem winnen. En dan is het bepaald... Ik durf bijna niet... Oh, jongens, wat spannend, hè? Het hangt nu op 1 hand. Wat is maar een geintje geweest natuurlijk, hè? Kijk nou, ze bijna verliezen. Begin ik anders te praten met ze. Moet mij een beetje goed maken. Vind ik, als je niet zo weet... Wat zou je zeggen, Dominique? Vis. Vis.
Ja, ik heb geen idee. Maar als het fout is, dan vond ik jullie de leukste Belgen die er waren. Dank je. Hij heeft wel veel geld gekost, maar ik vond jullie erg leuke Belgen. He? Is het vis? Het is vis of niet, jongens. In de bank 144 gulden, het beslissende bedrag. Of je bent winnaar, of je verliest hem. Ik ben heel benieuwd, ik weet het zelf ook nooit. Daar gaat hij. Mag ik zien de nummer 5 ten faveur van Holland of België vis? De Nijsters hebben gewonnen. Ik vind het wel jammer. Ja, vind ik wel jammer. Oh. En ik had hem zelf kunnen weten. Er is er één namelijk, weet u hem thuis? Er is er één waarvan je... Het publiek, geloof ik, roept hem ook nog niet. Nou, laten we hem aanvragen. Wat? Schappen? Slakken. Nee, er is er één die in de etiketten altijd ontzettend scoort. Want die mag je niet doorsnijden. Ja, ik ga kijken. Nederlands publiek, de top 100. Als vijfde was het asperges. Een ovatie als ik afscheid van ze neem. Dominique, het was enig om je erbij te zijn. Dag Denise, het was echt heel leuk. Jammer. Maar ja. Het is echt jammer. Ja. Oké. Okay. Dag Simon, tot ziens. Bedankt. Dag Johan, tot ziens. Ja, oké. Okay. Jongens, onze zuiderburen. Jawel. Het is ons gelukt. Ja. En maar nou de rest nog, ja. Hè? Nu komt het grote moment. Wie gaat het doen, jongens? Wie ik, jullie? Met Ria. Jolanda en Ria, ja. Volg mij, zou ik zeggen, naar de plek waar we op weg moeten naar 5000 gulden. Dat is een hele tijd niet voorgekomen. Ik ben benieuwd. Nou, de vraag is altijd... Het kleurt wel leuk, hè? Ja. Ja, het is echt heel erg leuk. Ja, het is heel vleurig, heel zomers. Wie begint, wie eindigt? Ik begin, Ria eindigt. Ria eindigt. Dus dan wou ik vragen, Ria, als jij dan onder de hoofdtelefoon wil gaan... dan word je achter een zwart gordijn neergezet... zodat je niks kunt horen en niks kunt zien. Eindronde op weg de 5000 gulden. Daar gaan we. Het licht gaat laag. De klok is klaar. Je krijgt 15 seconden de tijd. Als je vast komt te zitten, wat gebeurt? Dan vraag je om de volgende vraag. Kan ik hem altijd later nog proberen op te pikken voor je? Nou, we hopen altijd van harte dat het lukt. Je bent klaar. De klok is klaar. Wat kopen mensen in hun lievelingskleur? Kom, rood. Rood. Noem een zwemslag. Vlinderslag. Noem een groente die je vaak rauw eet. Sla. Sla. Noem een zeedier waarvoor je bang bent. Een kwal. Kwal. Waarover maken zusters ruzie? Jurken. Wat kopen mensen in hun lievelingskleur? Rood. Ja, dat was... Laten we even gaan draaien. Wat kopen mensen in hun lievelingskleur? Jouw antwoord was de kleur. Daar kopen ze alles dus in. Maar wat, dat moeten we maar afwachten. Het wordt dus een toeter, want daar kon niet op gereageerd worden. Daar gaan we, maar dit wordt dat gaat goed. Noem een zwemslag. Jouw antwoord was de crawl. De vlinderslag had jij, de vlinderslag. De 100 zei dan... 25. Noem een groente die je vaak rauw eet. Jouw antwoord was sla... De 100 zei dan... Ah, ja, ja. Noem een zeedier waarvoor je bang bent. Ik vond hem goed, want je antwoord was de kwal. De 100 zei dan... Ja, dat gaat goed. Waarover maken zusters ruzie? Jouw antwoord was... Jurken. De 100 zei dan... Dat is een prachtige score. 141... Dat is een mooie, op weg naar 5000 gulden. Jolanda, dat betekent wel dat Ria het een stuk moeilijker krijgt. We hebben al 141, dat verraadt dus Ria dat er een paar antwoorden zijn gegeven die heel veel opleveren, dus topantwoorden. Mocht je op zo'nzelfde antwoord komen, hoor je dit geluid en moet je direct een ander antwoord geven. Je bent er klaar voor? Licht laag, klok klaar. 20 seconden. Klok gaat lopen als ik de eerste vraag heb gesteld. Wat kopen mensen in hun lievelingskleur? Rood. Wat kopen mensen in hun lievelingskleur? Wat? Schoenen. Schoenen. Noem een zwemslag. Schoolslag. Schoolslag. Noem een groente die je vaak rauw eet. Sla. Sla is geweest. Kom. Andijvie. Andijvie. Noem een zeedier waarvoor je bang bent. Kwal. Kreeft. Kreeft. Waarover maken zusters ruzie? Snel. Jongen. Een jongen. Jongen binnen de tijd. Jongen binnen de tijd. Laten we gaan draaien. Op weg naar 49% heb je nodig. Wat kopen mensen in hun lievelingskleur? Jouw antwoord was schoenen. De 100 zei dan... Jammer, 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 jammer. Auto.
auto, auto. Noem een zwemslag. Jouw antwoord was de schoolslag. De nummer 2 was de vrije slag, de crawl. De nummer 1 was de schoolslag. Ja! Noem een groente die je vaak rauw eet. Jouw antwoord was in tweede instantie andijvie, want sla was genoemd door Jolanda. En die scoorde heel hoog, want dat was de nummer 1. Wortels was de nummer 2. Maar, oh nou, maar dat maakt niet uit, want de hele lijst komt erbij. Mag ik zien, Nederlandse blik, de 100 op andijvie. 18.190. Noem een zeedier op weg naar 5000 gulden. 10% nodig, waarvoor je bang bent. Je twijfelde, maar je antwoord werd uiteindelijk de kreeft. De haai was de nummer 1. Na Jaws. Nummer 2 was de kwal. Die werd gegeven door Jolanda. 10 hebben we er nodig. De kreeft, de 100, zei dan. Waarover maken zusters ruzie, was de laatste vraag. In hoog tempo moet dat dan gebeuren. Jouw antwoord was binnen de tijd broers of jongen, hè? Nummer 1 was kleding met 33%. Nummer 2 was afwas met 23%. Dus het zou kunnen dat jongens daar in ieder geval in voorkomt met, als het even kan, 10%. Als die 10 erin voorkomt, we gaan kijken, heb je 5000 gulden. Anders is er 201 gulden plus 190. Mag ik zien? 100 zijden. Ja! 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 Van harte geluk gewenst, dames van de Naald en Schaaf. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen in VARA's 5 tegen 5.